Ik ben Sophie. En één ding heb ik altijd geweten. Ik hoor thuis in de polder. Ik voel me nergens zo lekker, ontspannen en vrij als op het platteland. Ik ben wel in Rotterdam geboren. Maar toen ik 2 jaar was, verhuisden mijn ouders terug naar de Hoekse Waard, waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Toen ik hier terugkwam, toen hoorde ik een koekoek, maar ik zag hem niet. Nee? Ik hoorde hem wel. Wat zei hij dan? Koekoek, koekoek. Oh. Heel veel buitenspelen, paardrijden. Ja, het was echt een ontzettend fijne tijd. Ik ben heel erg blij dat ik daar ben opgegroeid. Maar op mijn 18e besloot ik op kamers te gaan in Rotterdam. Om toch eens iets anders te proberen. Oh, je gaat me echt zo missen, hè? Ik ga je ontzettend missen. Het is heel erg raar. Morgen zit ik hier gewoon helemaal nooit meer. Nooit meer. En we zijn aan het verhuizen. Daar, Augustusstraat 185B. Maar ik hield het niet heel erg lang vol. Ik miste de ruimte, stilte en de geur van het platteland. Daarom verhuisde ik op mijn 20e terug naar de Hoekse Waard, naar het dorp Oud-Beierland. Daar kon ik mijn eerste eigen huis huren. Is gebeurd, kijk. Er zit sleutel. We zijn in mijn huis. En daar heb ik het jarenlang ontzettend naar mijn zin gehad. Maar ik wist ook dat ik daar uiteindelijk niet wilde blijven wonen. Later, ooit, dan wil ik in een huis wonen, toch weer meer in de polder. En dan het liefst een dijkhuis. En dan nog het allerliefst een oud dijkhuis. Omdat ik zo handig ben. Nee, maar het gevoel, het is echt heel, heel gevoelsmatig dit. En in 2020 gebeurde het. Ik vond dat droomhuis en het werd van mij. Oké, het gaat lukken. Het moest alleen wel nog ontzettend opgeknapt worden. Pas op, hou hem vast. Hij is los. Straks word je geëlektrocuteerd waar ik bij ben. Dat is iets te vroeg. Ja, okay. Je moet nog even meegaan. Tenminste nog een jaar. Als het huis af is. Oh, kijk joh. Droog. Dat is echt niet te geloven. Wat heb je tot nu toe over mij geleerd tijdens dit hele proces? Zo anders ben ik links. Wist je al toch? Na maandenlang verbouwen was het eindelijk zover. Ik kon in het huis gaan wonen. En afgelopen januari werd het huis officieel helemaal van mij. Ja, ik ben freelancer, dus het is bijna onmogelijk om in je eentje zo'n huis te kopen. Dus ik heb daar hulp bij gehad van mijn ouders. Het was zeg maar van ons allebei. Maar nu komt het officieel op mijn naam te staan. Officieel ons huis! Enerzijds een mijlpaal dat ik dan 35 ben en echt nu een huis heb. Maar tegelijkertijd denk ik, wat doe ik hier? Hier wilde ik wonen en dat lukte nog ook. En nu pas voor het eerst in mijn leven denk ik, nee, dit is het niet. Maar wat wil ik dan wel? En op dat punt zit ik nu nog steeds. En daarom heb ik besloten om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. En daarover gaat deze serie. Dit is de start van mijn nieuwe serie, waarin ik je komende weken mee ga nemen in alles wat ik meemaak. En wat ga ik nou doen? Ik ga tijdelijk in Den Haag wonen. Ja, ik ga dus op het huis passen van mensen die zelf op vakantie zijn. En ik weet nog niet precies hoe lang. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik het vind om even in een stad te wonen ten opzichte van hier. Want ik woon hier zo vrij en ik ben zo gewend geraakt aan de rust en al het groen. Het staat me soms ook tegen. Ik twijfel soms of dit echt mijn plek is. En ik weet niet of dat het aan het huis ligt. Of dat het dus gewoon ligt aan alles wat er is gebeurd sinds ik hier woon. Of aan dat ik misschien toch ben veranderd. Voor mij vandaag over 2 weken vertrek ik. Als het goed is. Het is nog niet 100% zeker dat het doorgaat namelijk. Maar dat vertel ik later in deze video. Want nu ga ik je gewoon even meenemen in alle voorbereidingen. En laat ik je nog even zien hoe mijn leven nu eigenlijk is. Goedemorgen.
Het is lekker vroeg, ik kom net uit de douche. Dit gaan we weer doen, opmaken. En praten tegelijk proberen. Kan ik niet. Ik kan het gewoon niet. Waarom doe ik dit? Oké, ik ga iets heel spannends doen vandaag. Ik ga dus waarschijnlijk op mensen hun huis passen voor een paar weken. Ik ga er dus zo naartoe om kennis te maken. En daarvoor ga ik even langs bij Alwin en Guylaine, want ze zijn toch al wakker. Ik wil wel heel graag weg. En het zou natuurlijk logisch zijn om dat met mijn vriend te doen. Met Mels. Maar Mels heeft een bedrijf al bijna 2 jaar. En dat gaat zo ontzettend hard. Hij heeft inmiddels ook meerdere mensen in dienst. Heel veel aandacht gaat nog steeds naar zijn bedrijf, wat totaal logisch is. Hij kan voorlopig nog niet weg. En ik ging naar een website. En het eerste en beste huis wat ik zag, was dus in Den Haag. En ik had toevallig met Alwin en Guylaine erover gehad dat we misschien van de zomer samen een podcast wilden opnemen. Dat ik dan een week naar Voorburg of Den Haag zou komen. En nou ja, ik die mensen gemaild en we hebben gebeld. Was gelijk een klik. En het is ook nog eens vlakbij een redactrice waar ik heel goed mee omga. Zij woont echt op 5 minuten lopen van een krant waarvoor ik werk. Maar jongens, ik weet het straks pas echt zeker. Want ik ga dus zo kennis maken. Ik ga een avontuur aan. Ja, we weten het inderdaad. Ja, tot wanneer ben je er eigenlijk dan? Dat hoor ik straks. Oh, dat weet je dus nog steeds niet? Nee. Dat is een geheimzinnig. Ja, wat doen ze geheimzinnig? Misschien willen ze me wel houden daar in dat huis. Dat kan gewoon ook. Gewoon 2 maanden. Ja, nou dus, zo. Passer. Via welke site ben je bezig? Ik kan het niet zeggen. Sorry, ik kan het helaas niet zeggen. Second love. Maar het komt wel een beetje door jullie dat ik naar Den Haag ging kijken, omgeving. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Jij bent wel helemaal gewend hier inmiddels. Ja, maar ik heb nooit wat met de Hoekse Waard gehad, dus dat is al sowieso... Dan maar Rotterdam toch een beetje? Ja, nee, Rotterdam wel, alleen niet waar ik woonde. Ik zei toen destijds wel van, het is gewoon prima om te wonen. Maar ja, heel eerlijk, als je daar naar buiten stapte, dan dacht ik altijd al van, ik wil hier weg. Ja, jullie blijven hier waarschijnlijk toch? Nou ja, dat ligt eraan. Als wij ooit op een gegeven moment iets groters zouden willen, dan zullen we hier ook weg moeten. Het is hier heel duur. Ik ben ergens bang als ik er zit dat ik niet meer weg wil. Ja, nou ja, waar je gaat zitten, ja. Kan me wel voorstellen. Maar ja, het is een huis van 7 ton. Ik weet niet of je het hebt liggen, maar wij hebben het niet liggen. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden, heel eerlijk gezegd. Ik ben ook benieuwd wat je allemaal gaat doen. Ja. Ik hoop niet dat je vereenzaamt. Ja, daarvoor heb ik jullie, toch? Oh ja, dat is waar. Oeh, ja, ik zie het huis. Nee, niet. Helemaal nog waar. Maar ik ben wel geparkeerd. Waarom word ik nou altijd zo nerveus van dit soort dingen? Ik doe gewoon normaal. Kan ik niet. Kan niet normaal doen. Sta ik in de weg. Godsallemachtig. Oké, ik ben er. Ik ben er. Geen niet te veel decolleté? Beetje. Oké, straks meer. Ik zit in de auto terug. Ik ga nog even naar Rotterdam. Want daar heb ik met Alwin en Guylaine nog afgesproken. Nou, ik ben er heel erg lang geweest. Echt, nou, ik denk 2,5 uur. Ontzettend leuke mensen. Oké, ik moet even opletten. Dit is een enge rotonde. Er rijdt niemand aan. Doe ik dit goed? Nee, dit deed ik goed. Netjes stoppen voor het stoplicht. Nou, supergoed jongens. En dat ik zo duf ben als wat. Ontzettend leuke mensen. Ik vind het heel wat dat zij mij gewoon in hun huis laten. Over een week al weg. Dus het wordt een hele drukke week nu om alles af te ronden. Ga ik filmen. Ik vind het wel een hele verantwoording, moet ik eerlijk zeggen. Ze hebben een tuin met allemaal planten en groenten. Daar moet ik voor gaan zorgen. Ik ben geen tuinier, maar dat ga ik wel worden, hoop ik. En dan ben ik bang dat alles doodgaat. En ze hebben 2 wilde katten. Ze zijn gewoon best wel schuw. En ze kunnen ineens uitvallen, heb ik ook gehoord. Ik vind het een heel avontuur. Vind je het spannend? Ik vind het super spannend. Ja, ik ben ook best wel nerveus. Waarom ben ik hier? Nu ga ik het moeilijk doen, hè? Nee. We hebben net besproken dat ik... Ja, maar je mag gewoon nerveus zijn, dat is nog niet zo gek. Ja, ik ben net geweest natuurlijk. Hadden we het over zeggen nog? Ja, jullie zijn stiekem langsgereden terwijl ik aan het praten was. En toen? Vertel. Toen dachten we echt, als we hier pakken we vandaag de spullen nog. Ja. Als we hier mogen gewoon... Ja, over een week, hè? We gaan het zien. Ik ga me voorbereiden. Drukke week. Je mag ons jankend bellen als je het wil. Ja, ik sta op de stoep hoor, dat kan ook nog. Goed hoor. Dat is echt leuk. Ik vind het wel leuk. Yeah.
Hoe ik me verder voorbereid en wat er allemaal gaat gebeuren, laat ik uiteraard zien in deze nieuwe videoreeks. Tot dan!